ben Henry de Kramer. Mijn grootvader heeft 80 jaar geleden De Wulf opgestart. Intussen zijn wij een fors familiebedrijf geworden die op 3 vestigingen werkt. De hoofdzetel is in Roeselare, een belangrijke zetel ook in Winsum, Nederland. En dan een activiteit in Roemenië, Brașov. Ons bedrijf De Wulf is actief in de aardappelsector. Wij zijn fullliner. We leveren van A tot Z producten voor alle professionele telers wereldwijd. We doen dat met een mooie club van mensen, een team van bijna 400 mensen. Alles samen leveren wij ongeveer 83 miljoen euro omzet, waarvan het merendeel export is. We hebben de filosofie Think Global, Act Local. Wat wil dat zeggen? In onze bedrijfsfilosofie is dat we toch een dealer nodig hebben om de lokale service, de taal van de klanten, letterlijk even jullie te kennen. Deze mensen, deze dealers, en daar hebben we ongeveer 130 tal van, die gaan eigenlijk machines gaan samenstellen volgens de noden van de klant en volgens de noden van de regio. Dus voor ons is dat wel belangrijk dat die mensen de lokale, regionale verschillen van grondsoorten, van gewassen kunnen gaan aanpassen. Eigenlijk moeten de machines aangepast worden. Maar dat doen we allemaal binnen een standaard modulair concept eigenlijk. Wij doen geen maatwerk. Ik denk dat de dealer daarin heeft er wel een belangrijke rol in te spelen. Ik denk een van de belangrijke elementen die bovenaan staan. Wij willen robuuste, betrouwbare machines gaan bouwen die heel gebruiksvriendelijk zijn en die kwaliteitsoptimaal zijn. Die landbouwmachines met name, die worden in korte periodes in het jaar gebruikt. 3 weken, 4 weken, 6 weken, 8 weken. Die teler die gaat daar een aantal lange dagen op maken en dan springt hij op een andere machine, een spuit of een trekker. Dus die moeten heel snel weer zich één maken met de machine. Het robuuste en reliable aspect, ja, dat is een beetje voor de hand liggend. We zitten heel veel in de grond te vroeten, dus het moet betrouwbaar zijn, het moet gebruiksvriendelijk zijn en het moet kwaliteitsoptimaal zijn. We moeten ook bepaalde producten langs een hoge reiniging. Die worden direct verwerkt in een bepaald proces voor zetmeel of frietjes of zoiets, directe verwerking. Andere aspecten die worden heel, heel lang bewaard, die moet je anders mee omspringen. Dus het kwaliteitsoptimale. Dat zijn 3 belangrijke elementen waar we tegelijk springen. Robuustheid, eenvoud in gebruik en kwaliteitsoptimaal. Ik ben Peter Muysen, verantwoordelijk voor de sales en marketing binnen de Wulf Groep. In de aardappelteelt kunnen we eigenlijk alles aanbieden van het moment dat die aardappel in de grond gaat, totdat die uit de schuur komt. Dus dat gaat van cultivatoren, over planters, over rooiers, tot inschuurtechniek en ook boxhandling. En in de wortelteelt kunnen we eigenlijk alles van rooiers aanbieden. Dat gaat van een heel kleine eenrijige rooier tot een zelfrijdende vierrijige grote rooier. Iedere klant heeft wel een machine nodig, dat is een specifieke wens. En je zou denken, ja, een aardappel, het is ook maar een aardappel, maar dat is niet zo. Je hebt tafelaardappelen en die vragen eigenlijk een heel andere aanpak dan een zetmeelaardappel of een diepvriesaardappel. En daarnaast is een teler altijd verschillend. Die hebben andere grondsoorten, die hebben een ander klimaat. En de combinatie van die 3 factoren maakt dat eigenlijk iedere machine anders is. Onze 36, onze 2-rijige zelfrijdende rooier, die is eigenlijk in engineeringstructuur 1 groot model, maar onderverdeeld in 6 submodellen. En dat maakt dat je eigenlijk heel veel configuratiemogelijkheden hebt en dan binnen ieder submodel heb je ook nog opties. En heel veel opties zijn niet mogelijk in 1 submodel, maar wel in een ander submodel. En dan binnen het submodel heb je ook nog opties die niet combineerbaar zijn. Dat maakt het eigenlijk wel wat complex. Onze klanten, als ze informatie zoeken, die doen dat nog altijd op een traditionele manier. Dus ze gaan naar beurzen, ze gaan demo's bekijken, ze gaan naar een dealer gaan om daar info te bekomen. Maar we zien wel dat ze steeds meer en meer ook online info gaan zoeken. Dat gaat over YouTube, naar forums, naar Facebook en Twitter. Daar gaan ze allemaal informatie vergaren. En we voelen ook dat we op die digitale plek ook moeten aanwezig zijn. In die customer journey is die digitale plek echt wel belangrijker en belangrijker aan het worden. En dat is de reden waarom dat we ook voor een visuele configurator gaan. We hebben een intern sales team
die eigenlijk die dealers gaat ondersteunen om, om hen meer info te geven wat dat ze moeten doen, welke opties dat ze moeten kiezen. Maar daarnaast hebben we ook een sales enabling platform. We hebben dat nu al 4 jaar, Shoppad noemt dat. En daar staan eigenlijk al onze info op, foto's, films, sales manuals. Diepere info over een specifieke optie kunnen de dealers daar allemaal terugvinden. Zoals ik ook gezegd heb bij die 30-60, het is niet omdat je weet waarom dat een optie zo goed is, dat je hem kan combineren in een model. Dus het kan zijn dat je verschillende opties niet kan combineren en dan kun je niet oplossen met een sales enabling platform. Ja. Daarvoor heb je echt een configurator nodig waar diep van binnen de constraints goed ingebakken zijn. Onze grootste inspiratie om de configurator te maken zat eigenlijk in Winsum. We hebben in 2014 Midima overgenomen. En in Midima hadden ze reeds een configurator voor hun dealers. En daar hebben we wel gezien wat de configurator kan betekenen. Het elimineren van menselijke fouten, dat hebben we eigenlijk geleerd in Winsum. We hebben, voordat we gestart zijn, een goed plan van eisen opgesteld. Dus heel duidelijk op papier gezet wat dat we wilden en wat dat we vooral niet wilden. En een van de leidraad, de oude leidraad door heel dat document was, we moeten een standaard pakket hebben. Custom build is mooi. Dus als je het maakt voor u, specifiek voor u, het is mooi de dag dat je het hebt, maar een jaar later is het compleet verouderd. Dus we wilden eigenlijk een standaard pakket waar we continu updates van konden krijgen. Maar waar we eigenlijk ook onze look and feel konden overleggen. En ik denk dat we dat hebben kunnen doen met Elsquad. Dus we hebben een standaard pakket gekocht, maar we hebben een custom shell over die eigenlijk de visualisatie mooier maakt. Ons voormalige ordeproces voor een dealer was wel wat old-fashioned. Dus we hadden een pdf-lijst. De pdf-lijst sturen we naar de dealer. De dealer gaat samen met zijn klant kruisjes zetten. Die stuurt die terug naar onze interne verkoper. Die gaat die configuratie ingeven in ons ERP-systeem. Daar rolt een mooie nette offerte uit. Als die dealer dan nog een leverdatum nodig had, dan moesten we die offerte nog eens gaan indienen in het ERP-systeem. Dus heel veel stappen, heel veel menselijke interactie, heel lange doorlooptijd, niet ideaal. Nu heeft de dealer eigenlijk alles zelf in handen. Die gaat zelf zijn offertes maken. Die heeft onze interne verkoper in principe niet meer nodig. Die kan geen fouten maken, want alle constraints zitten erin. En je krijgt er natuurlijk iets heel moois bij. Die heeft ook een backend, een dealerportaal, waar je al zijn offertes mooi kan opvolgen. Al zijn bestelde machines zitten er mooi in. Met de correcte prijzen, chassisnummers, alle info dat je moet weten, kan je nu terugvinden. De doorlooptijd is korter. We hebben in het dealerportaal kunnen de dealer zelf offertes maken naar hun eindklant. Dus hele mooie offertes, hun logo erop. En daarnaast, als de dealer een nieuwe verkoper heeft, of wij intern zelfs, onze nieuwe interne verkopers, die gaan veel sneller aan de bak kunnen. Doordat die configurator er is, ze gaan veel sneller. Het opleidingstraject zal veel korter zijn voor nieuwe werknemers. Dat zal toch een serieuze slok op de borrel schelen als die offertes maakt. Je hebt enerzijds pure offerte maken. Ik denk dat hij daar een uurtje, anderhalf uurtje gaat winnen per offerte. Maar daarnaast is de doorlooptijd zoveel korter geworden. Je kan veel sneller reageren door het dealerportaal. Er zal volgend jaar toch rond de 70 miljoen besteld worden via de configurator. En we hopen daar natuurlijk snel op 3 digits te zitten. Ik ben aan de slag als Business Process Analyst bij onze IT-afdeling, The Wolf Digital. Op vlak van Elsquad of de configurator zorg ik ervoor dat de processen in kaart gebracht worden en heb ik ondersteund in de go-live. Elsquad is eigenlijk een onderdeel van een groter geheel. Wij zijn namelijk bezig met een volledige digitale transformatie. Door die transformatie te doen, willen we eigenlijk evolueren naar een situatie waar we one face to the customer kunnen bieden. En zo dit eigenlijk te gaan ondersteunen met 1 applicatielandschap voor de volledige De Wolf Groep. We proberen dit te doen door ons te gaan vastpinnen op de gouden driehoek, zoals wij het noemen. En daar gaan we eigenlijk de 3 belangrijkste backbone systemen van ons IT-landschap binnen De Wolf connecteren met elkaar, gaan integreren met elkaar. Enerzijds is dat ERP,
PLM en dan CPQ, ASCAD. Vanuit een IT-standpunt komen die drie systemen eigenlijk altijd op verschillende momenten tijdens het proces aan bod. Zo begint het typisch bij het product management, die in ons PLM-systeem de functionaliteiten opzet. Een lijst met opties en varianten die dan eigenlijk via de integratie naar ASCAD zou kunnen gestuurd worden, waarbij dat de R&D-afdeling dan de juiste visuals voorziet, de juiste connecties. En de volgende stap, eenmaal het model er is, de structuur staat vast, kunnen we vanuit ERP de verkoopsprijzen en de kortingspolitiek gaan toevoegen in ASCAD. En eens dat die twee componenten van een configuratiemodel eigenlijk aanwezig zijn, dan kan de verkoopbeginnende dealer configureert zijn machine, er wordt een offerte gegenereerd in ASCAD, via verschillende stappen weg en weer tussen de systemen wordt er uiteindelijk een finale stukkenlijst opgesteld die via PLM, via een integratie met PLM, een integratie met ERP, dan ook ertoe kan leiden dat onze productie aangestuurd wordt. En een laatste aspect, het heeft wel een groot voordeel dat we ASCAD als een online tool hebben, beschikbaar hebben. Het is digitaal, dus je kan er data uithalen. Met die data, als we dat op de juiste manier gaan capteren, op het juiste moment, kunnen we eigenlijk ook al onze forecasting gaan ondersteunen om zo beter in te schatten wat er in de toekomst gevraagd is op de markt. Als eerste is er zeker het visuele aspect, maar dat is natuurlijk leuk voor sales vanuit een IT-standpunt. ASCAD is een SaaS-model wat ervoor zorgt dat er eigenlijk continue verbeteringen in de software zijn, door de continue ontwikkelingen ook van ASCAD. En aangezien het cloud-based is, zorgt dat er ook voor dat wij makkelijker kunnen integreren met onze softwares. Daarnaast is er ook de API-functionaliteit, die ook zeer goed gedocumenteerd is online, waardoor dat we ook zelf een beetje in het beheer komen van de integratie. Onze developers kunnen gewoon aan de slag met de juiste documentatie en de integratie komt eigenlijk vanzelf tot stand. Zeker in vergelijking met een custom-made configurator zorgt dat ervoor dat je veel makkelijker kan integreren met de bestaande softwares of andere softwares binnen het bedrijf. Is het flexibeler? Meer scalable om er maar een paar te noemen. En op die manier zijn we eigenlijk ook bestand tegen de snel groeiende IT-landschap tegenwoordig en zo word je eigenlijk gewoon veel toekomstbestendiger met een SaaS-oplossing. Daarnaast zorgt ASCAD er ook voor, door de vele integraties, dat we het mooi in het plaatje van My The Wolf kunnen krijgen, waarbij dat we eigenlijk een ecosysteem willen voorzien voor onze dealer. Een ecosysteem waar de dealer alle relevante informatie over zijn The Wolf producten kan gaan raadplegen. En in het geval van ASCAD gaat dat dan over offerteopvolging en prijsaanvragen enzovoort.